je bloedtest. Ja, een bloeduitslag van het ziekenhuis kwam binnen inderdaad. Ja. Het is echt iets van 3 zijn en jij zat echt op 400 of zo. Ja. Het was echt sky high. Verder had ik even een paniekmomentje vandaag in de massagesalon. Stop! Ik ga namelijk lekker lunchen met een lotgenootje. Let niet op haar gezicht, want die is blijkbaar helemaal blauw. Volgens de meeste mensen en de artsen zou van de chemotabletten mijn haar niet uitvallen. Zo zin ik. Ik ben zo blij dat we die nu ook hebben gekocht en daar een keuze hebben gemaakt. I just wanna see where your love can take me. Hi lieve tanties, welkom bij een nieuwe video. Ja, je denkt misschien, wat zit je haar fluffy? Wat zit mijn haar fluffy? Dat krijg ik dus als ik mijn haar was en ook met conditioner en vervolgens gewoon laat opdrogen en er niks meer in doen. En je denkt misschien, joh, wat zit je haar flashy? Ja, dat komt omdat ik naar de kapper ben geweest. Nadat we bij de masseur zijn geweest. Ja. Masseuse. En de acupunctuur. Ja. Die vandaag wel heel diep ging. En, ja? En ineens in het midden van mijn lipje zo. Lig je gewoon lekker zo van, nou, hier kan ik wel hebben. En ik dacht, pas! Wat doe jij nou, joh? Wat zat er goed in. Ja. Maar, ja, sinds de vorige keer heb je geen last meer van je allergie. Nee. En daarover gesproken, er is vandaag een test. Je bloedtest is... Ja, een bloeduitslag van het ziekenhuis kwam binnen inderdaad. Ja. Ik dacht eigenlijk dat ze ergens anders op geprikt hadden, want op 3 mei ga ik naar de allergologisch centrum. Maar ze hebben dus geprikt op allergenen. Ja, en ja, het is echt weer loeihoog getallen, zeg maar, bij huisstofmeid en katten. En wat was het pollen. Ook, hè? Pollen. Ja, nee, wat stond er? Ja, iets met thee. Groene theegras. Theegras. Ja. Gasthee, ja. Weet ik veel. Ja, maar dat blijkt dus een plant te zijn die verantwoordelijk is voor heel veel pollen. Ja. Ja, ja. Die sloeg echt heel hoog uit. Ja, dat was, moest echt iets van 3 zijn en jij zat echt op 400 of zo. Ja. Het was echt sky high, maar toch ook 100. Maar dat was niet zo hoog. Op zich, ja, wist ik dat al, maar niet, ja. Dat was 0,3 moest dat zijn of zo en je zat op 5. Maar echt katten en zo was dat gewoon in de 400 of zo. Normaal. Ja. Ja, die zijn echt super hoog. Ja. Ja. Zouden daar dan mijn stemproblemen vandaan komen? Vanuit mijn luchtwegen of zo? Ja, ik denk het niet, want daar heb je toch heel je leven al last van. Ja, ja, ik wil niet zeggen dat er niet iets kan veranderen in het systeem of zo, weet ik veel. Dat het erger wordt of dat er een allergie bij komt of. Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon techniek is. Ik weet het is. Niet. Ik weet wel dat ik er weer last van heb. Ja, dus dat is wel gegeven. Ik zag er trouwens wel iets netter uit zometeen, want af en zo meteen. Ik zag er wel iets netter uit daarnet. Maar ik ben dus ook nog heerlijk aan het koken. En ineens zat ik onder de tomatensaus. Zoals altijd. Ja, dat is waar. Maar ik heb namelijk wel, dit doe ik dan altijd pas aan als ik weer eens een keer geknoeid heb. Ja. Super duur. Fucking mooi. Niet zo schelden. Ja, maar inderdaad, super tof. Staat erop, ja. Ja, ja, ja. La cucina di Sergio. Snapte. La cucina di Sergio. De enige, echte. Ik ben dus iets aan het bouwen. Ik dacht, ik ga lekker een melanzane maken. Melanzane, parmigiana. Dus zeg maar een aubergine overschotel met laagjes, tomaatsaus en dan lekker parmezaanse kaas. Maar ik maak een variatie. Dus ik maak hem met de kaas en de aubergine en de tomaatsaus. Maar met spekjes en lasagne velden ertussen. Dus dat wordt wel gewoon echt lekker lasagne dikte, zeg maar. Snap je? Ja. Nou, hopelijk vindt Jessie het ook lekker, want die is nogal een beetje kieskeurig aan het worden. Behalve stamppotjes. Het ligt er een beetje aan hoe je het serveert inderdaad. Als het gemixt is in de stamppotversie, dan vind je het wel lekker over het algemeen. Ja, ja, ik zei toch al, het is gewoon een Hollandse Italiaan. Hij houdt van stamppotten en pasta. Ja. Zou die olijven ook lekker vinden? Laatst nog wel, hè? Ja. Ja, nou dus dat. En nou, je hebt bericht gehad van de motor dat er toch valschade was.
Dus dat was toch iets van een schroef, aan het draaidingetje was kapot. We hebben aangifte gedaan inmiddels. Wil je er nog iets meer over kwijt? Eigenlijk is het, ja, eigenlijk is het super heftig. Ja, we hebben de aangifte gedaan en dat loopt nog. En we gaan eventjes kijken of, daar nog, of we daar nog reactie op krijgen of niet. Ja. Even weten wat het OM ermee kan. Ja, dus dat. Verder had ik even een paniekmomentje vandaag in de massagesalon. Want ze was me helemaal aan het masseren zo. En ze zegt ineens, ik voel een knobbeltje in je rug. Dus ik schrok me gelijk weer de tandjes. Kijk, er zijn natuurlijk dingen waar ik nou niet echt dagelijks bij kom. Of wat ik voel. En je kon het ook niet zien. Maar zij voelde het wel. Dus ja, nou, het was echt gelijk, gelijk te janken weer. Maar ze zegt, oh nee, sorry, nee, nee, het is een vetbultje, denk ik. En ze zegt, nee, dit is gewoon vet. En toen kwam Sergio en die zei, die lag naast me, en die zei, nee, maar dit heb ik al eerder gevoeld bij jou. En nou ja, dat was dus al voordat ik... Ook dus, gezegd, nou, ja, wel nou ja. Zeggen, maar... Ik kan me dat dus echt niet meer herinneren. En ik weet ook niet, mijn god, niet wanneer jij mij voor het laatst hebt gemasseerd. Dus. Dat weet ik wel. Maar je denkt gewoon even aan Rutte. Wil je naar buiten? Wil je naar buiten? Ik was even in gesprek met onze vogers. Ja, oké. Sergio zei dus ook dat hij dat al eerder had gevoeld en blijkbaar dus ook gezegd. En dat is allemaal voordat wij dit allemaal wisten geweest, denk ik. Ja, dat is al 4 jaar geleden al, toen ik jou gewoon een keer masseerde en zo. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Nou, kun je nagaan. Volgens mij noemen ze dat een galgioon. Nou ja, galgioon klinkt ook al lekker. Dus, maar goed, je ziet het dus helemaal niet. Het zit echt van binnenin. Dus ja, ik ga ervan uit dat ze dat dan hadden gezien als het iets slechts was. En toen heeft de baas van de massagetent heeft ook nog gevoeld en die zei, is vet. Is... Ganglion. Een ganglion? Ja. Oké dan. Ja, dat is een beetje is overmatige vochtproductie. Vaak in je hand of pols of in je voet. Oh. Nee, dat lijkt me. Nee, dan is het is gewoon tappig. Nou ja, ik moet ook veel drinken. Ze heeft in ieder geval een beetje geprobeerd om het weg te krijgen. En ja, nou ja. Dus dat was even een paniekmomentje. Verder was ik vandaag ook vanochtend ja, een soort van door mijn rug gegaan. Dan heb ik soms dat ik een bepaalde beweging doe. En dan voelt het alsof er een zenuw ineens klem schiet. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dus ik kan heel moeilijk even bukken. En dan heb je Jesse Silver weer die dan zegt, ik kan mijn broek niet helemaal doen. Terwijl die dat wel kan. Nou, dat kan je dan net even niet hebben, zeg maar. En dan zegt, oh, ik heb ook pijn in mijn knie. Je moet kusje geven. Nou, ik ging echt als een door mijn knieën om zijn knie een kusje te geven. Maar... Dan ben je wel echt een dedicated man. Ja, inderdaad. Maar hij ging mij ook een kusje geven op een gegeven moment, hè. Zegt hij, waar heb je pijn? En toen gaf hij mij een kusje op mijn heup. Zo is hij dan weer wel. Maar wat was nou gisteravond? Gisteravond zei hij zo, schattig, dat was vanochtend. Mama is een beetje jong. Oma is ook een beetje jong. Papa is oud. Ik zeg, die gaan we opschrijven in het boekje. Hij zei nog wat grappigs. Wat zei hij nou nog meer? Hij zegt zoveel grappigs. Hij zegt zoveel grappigs. Wat zei hij nou? Ik weet het niet meer. Ja, daarom moeten we dit soort dingen gelijk opschrijven, want je vergeet het gewoon. Dat is wel jammer. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even verder, want... Nou, maar jij begint gelijk te happen, Reggie. Ja, maar dat is niet buiten gewoon echt. Ja. Ja, dat is even weer last van de oor, dus dat is ook niet fijn. Helemaal gek van. Je hangt gewoon echt in je kuit als je naar je kijkt, hè? Op jou en je vinger toch van de week? Ja, ik dacht bijna van moet ik nou een spuitje geven? Ik zie nog steeds gelijk mezelf een spuitje geven, ja. Ja.
Maar het is echt heel klein, ik had niet zien. Maar zou jij iets voor mij willen doen? Nou, ligt er aan wat. Mijn bevlekte kleding eventjes doen. Een kort wasprogrammaatje klooien. Oké. Dankjewel. Dadelijk heb ik er zoveel zin in om de was te doen. Wat is dit nou hier? Jezus man. Ik heb zo zin om de was te doen. Tegelijkertijd trek je een van het meest ongemakkelijk, lelijk stukje vet zeg maar, van mijn lichaam bij elkaar. Nee, ik. Ik kneep gewoon in mijn eigen neus. Ja, nou zit je waterspanden, hè? Zodat je het niet meer hebt. Nee, ik denk dat je bent. Ik wou zeggen, ik heb dadelijk zoveel zin om de was te doen in ons nieuwe washok. Ik heb ook zin om jou te doen in ons nieuwe washok. Je bent zo stout, vind jij. Zo slecht. Je bent zo stout. Schat. Vallen. Nee, nog een keer. Even op je wang. Ja, die was goed. Ja, die was goed. Niemand weet. Ik heb geswaffeld met een aubergine. Oh, pijn in mijn buik. Oké, ik ga even wassen. Ik leek wel Atlantis. Het resultaat. Zie je dat? Laagjes. Lasagne. En laagjes aubergine met lekker kaas. En volgens mij vinden jullie het ook geslaagd. Zeker. En Jessie, lekker? Ja. Duimpje omhoog of duimpje omlaag? Ja, omhoog. Nee. Omhoog. Zo. Hele goede morgen. Ik wilde heel graag verder in het kamertje. De vloer wilde ik afmaken en de wanden. En dan gaan we witten en dat soort dingen. Maar nu is er dus een paar dagen terug tijdens een windvlaagje het zonnescherm naar beneden gekomen. En ja, dat is even andere koek. Want het is en niet veilig en op de trampoline en het wordt volgende week goed weer. Ja, niet heel veilig dus. Dus ik ben aan het bedenken in mijn eentje om de dingen naar beneden te krijgen. Dus eigenlijk wil ik hem dus, want hij is elektrisch, weer naar binnen halen. En dan zet ik een balk aan de ene kant. Want die is al los, dan haal ik die helemaal los. En dan aan de andere kant één schroef eruit, zodat hij dus kan kantelen. Want dan zit hij nog maar één punt vast. Dus dan kun je hem zeg maar, dan kan hij vrij draaien. En dan daarboven... Even kijken, ja, daar boven, daar helemaal, daar zo. Zie je dat groene dingetje? Oh, dat is dit lasso zo. Deze bedoel ik. Kan ik dan een touw aan vastmaken? En dan wil ik hem eigenlijk naar beneden laten vieren. Maar ja, het is maar een waslijn, dus ik weet niet of die sterk genoeg is. Al met al, berekeningen eventjes stapje voor stapje even kijken wat er mogelijk is. Ja, en anders moeten we gewoon hulp erbij halen. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet hoe zwaar dat die is. En het regent, dat is ook niet heel prettig. We gaan het maar gewoon proberen. Nou. Even ja. Stop. Stop. Oké, even wachten. Stap 1 is goed.
niet aandurven. Oh, oh. Hij is los. Oké. Okay. En hij steunt nu op de balk. Ja. Ik moet hier in een hoekje verstoppen, maar ik moet wel even die touwen onder dat ding vandaan halen. Op het moment dat hij los kwam, hij is nu los. Jij kunt ook best pakken. Oh, oh, oh. Oh. Ja, de trampoline maar weg. Oké, okay, hij ligt. Op draaghoogte. Draaien. Balk wegzetten. Je hebt weer getraind voor vandaag. Gaat het? Kijk uit. Oh. Je bent aan de sterkste man van Nederland. Doe even zo. Goedemorgen. Ik ga vandaag wat leuks doen. Ik ga namelijk lekker lunchen met een lotgenootje. Die ik afgelopen jaar online eigenlijk heb ontmoet. En waar ik veel aan heb gehad. Meta heet ze. Ze woont in Utrecht. En ik kan toch wel zeggen dat ik veel aan haar heb gehad. En ook... tegen mij heeft gezegd, joh, lees niet die slechte verhalen. Ik heb nergens last van gehad, bijvoorbeeld met bestralen of met dit en dat. En hielp me toch altijd er weer even bovenop als ik net even in een dipje zat. En het is gewoon fijn om bepaalde dingen met elkaar te kunnen delen. Tips te vragen. En vandaag gaan we elkaar voor het eerst live ontmoeten. We gaan lekker eten bij de Haagse Beek. Zij komt dus uit Utrecht, helemaal naar Den Haag gereden. En let niet op haar gezicht, want die is blijkbaar helemaal blauw bij de oog. Want ze is gevallen van de fiets. Dus ik lig echt helemaal in de scheur. Heel haar oog, echt super blauw. Ze heeft niks ernstigs opgelopen. Behalve dan dat ze wel dus met haar gezicht op een paal is geknald. Wat al erg genoeg is. Dus jullie gaan zo kennis maken met haar. Wat ik nog wel wilde zeggen is dat volgens de meeste mensen en de artsen... zou van de chemotabletten mijn haar niet uitvallen. En nou heb ik daar ook niet echt het idee van. Behalve dan dat ik toch telkens wat wimperhaartjes in mijn hand heb. En nu zie ik dus ook... Kijk. Ik heb dus heel leuk aan de buitenkant wel nog haartjes. En aan de binnenkant zijn ze nog maar heel klein. Die kant is wat meer nog. Maar vooral mijn linkerkant zijn het echt nog maar piephaartjes. Het is niet helemaal weg, maar het is een beetje uit proportie, zeg maar. Een beetje aan balans. Maar goed. We weten nu ook dat het gewoon weer knijt en goed terug gaat groeien. Dus ik ga niet lopen zeiken. En... het valt nog mee en anders dan doen we het gewoon weer net zoals vorige keer. Zien we dan wel weer. Nou, ik ben er. Voordat ik naar de Haagse Beek ging, ben ik nog eventjes gedag gaan zeggen op mijn werk. Even bij mijn collega gezeten, even bijgekletst. Het kwam ook nog bij een heel leuk winkeltje die bij ons in de, het winkelcentrumje zit. En daar heb ik even een heel leuk jasje gekocht en twee truitjes. En nu ga ik even wachten. Ik ga even kijken of Meta er al is. Even appen. Hallo, hoe gaat het? Oh, helemaal top. Zal ik buiten op je wachten? Het valt mee. Maar ik loop zo. Laat me even weten als je er bent. Dan loop ik sowieso naar buiten. Oké, doei. Kijk, ze is er bijna. Wel heel dichtbij. Ja hoor, daar komt ze. Er is ze hoor.
Die live locatie is wel accuraat. Die live locatie is wel accuraat. Met je mooie oog. Ik heb wel even een inleiding gegeven. Niet kapot te krijgen. Nee. Hi. Leuk je te ontmoeten. Ja, echt gezellig. Nou, kom erin. We hebben goed weer. Nou, nu wel ja. Ja. Ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig. De tijd is echt gevlogen. We hadden om 11 uur afgesproken. En op een gegeven moment dachten we, oh, het is al 3 uur. We hebben het over van alles en nog wat gehad. Natuurlijk over de borstkankersituatie van haar. Dat zij heeft gehad. En ik, waar ik nog in zit. En het is gewoon super fijn om iemand te hebben. Waarmee je op hetzelfde level zit. En die echt begrijpt wat je meemaakt. En je ook tips kan geven. Maar daarnaast ook gewoon een hartstikke gaaf, interessant persoon is. Met een mooie carrière en eigen business. Dat we ook gewoon daar leuk over konden praten. Dus dat bleek wel. Want zo zit je ineens 4 uur. Nou, ik ben weer thuis. Ga even kijken wat we nu gaan doen. Zou hem niet gewoon 1 voor 1 doen, joh? Oké. Okay. Doorlopen. Ik ben vol met mossen. Slijm die aanslag. Hè, sir? Dat je zegt, daar komt er eentje langs en die. Ja, vanuit IJs. Laat het allemaal. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Dat is helemaal mooi. Ja, goed gedaan. Oké. Dan ga ik douchen. Jankiebel. Jezus. Goedemorgen. Ik wil jullie nog heel even laten zien wat ik heb gekocht gisteren. Ik ga jullie eventjes naar de spiegel draaien. Kijk, dit schattige truitje. En die heb ik dus ook nog gekocht in deze kleur. Maar dus ook dit vest, jasachtig ding. Ook met echt, het lijkt wel een beetje schapenleer erin. Ja, ik ben daar super blij mee. Dus ik liet het gisteren zien aan Sergio. Zegt hij, leuk. Zelfde structuur als haar. Ja, ik kon hem geen ongelijk geven. Ik ben er heel blij mee. Gisteren hebben we ook nog heel leuk de tegels uitgezocht voor in de badkamer. Voor aan de zijkant blauwe, donkerblauwe hexagon tegels. Op de vloer. Dus op de vloer aan de achterkant van het toilet. En op het plafond marmer tegels. Marmerlook in ieder geval. En boven de blauwe hexagon tegels komen dan een beetje bronsachtig, koperachtig kleur behang. Waar dan die hexagon tegels in gaan lopen. En een leuke fonteintje, ook een marmer look met ook een koperen kraan. Zo zin, ik ben zo blij dat we die nu ook hebben gekocht en daar een keuze hebben gemaakt. Behang moeten we nog wel eventjes kopen. Maar ik heb helemaal zin in. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En ik lees weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende vlog.